Hallo allemaal, ik ben Lotte Moreel en ik ben wetenschapper bij de Universiteit in Tilburg. Ik geef daar les over de regels voor nieuwe technologieën, zoals kunstmatige intelligentie, en wat er wel en niet mag op social media. En ik doe ook onderzoek naar hoe kinderen veiliger kunnen zijn online. In mijn onderzoek heb ik ontdekt dat jullie heel veel online zijn met gamen en het kijken van YouTube-video's. Maar ik zie als wetenschapper ook dat als jullie te lang online zijn, dat je daar somber van kan worden. Bijvoorbeeld als je niet in een chatgroep wordt toegelaten, of als je onaardige reactie krijgt op je berichten, of te weinig reacties. Ik zie ook dat als jullie veel online zijn, je het moeilijker vindt om weer gewoon met vrienden af te spreken of lekker buiten te spelen. Ik heb vandaag 3 tips voor jullie om veiliger online te zijn. De eerste is, het is flauw, maar speel games en apps die ook geschikt zijn voor je leeftijd. De leeftijdcategorie die op die game staat, is er niet voor niks. Nou, de tweede tip is, als je toch gewoon naar YouTube wil kijken in plaats van YouTube Kids, dan kunnen je ouders een familieaccount aanmaken, of een onder toezicht account heet dat. En dan kunnen je ouders bijvoorbeeld schadelijke content blokkeren, maar ook zorgen dat niet telkens een nieuw filmpje automatisch wordt gestart, zodat je alsmaar blijft kijken. Nou, derde tip is, mocht er toch wat vervelends gebeuren, reageer niet, zet het geluid uit en stop met spelen of kijken en ga naar je ouders. Wil je leren hoe je nog veiliger online kunt zijn? Kijk dan mijn college van de Kinderuniversiteit. Dit is een college voor kinderen van groep 6, 7 en 8. Klik op de link.